We zijn in Vlaardingen bij de Hoekse Lijn, waar we een onderdoorgang gaan maken voor de Blankenburgverbinding. En om die onderdoorgang mogelijk te maken hebben we in eerste instantie dit dek ingeschoven. Dat is een jaar geleden en over dit dek rijdt inmiddels de metro. Na het inschuiven van het dek hebben we een bouwkuip gemaakt met damwanden en hebben we een fundatie aangebracht door middel van palen en ankers. In eerste instantie ontgraven we de bouwkuip droog. Een droog ontgraven dat doen we tot min 5. En daarna wordt er water opgezet. Het water wordt opgezet om de druk van het grondwater tegen te gaan. Als dat klaar is, dan kunnen we tot min 10 nat gaan ontgraven. Dat is wat we hier aan het doen zijn. Zodra de bouwkuip op de goede diepte is uitgegraven, wordt er onderwaterbeton gestort. Als deze beton lang genoeg is uitgehard, dan pas mag de bouwkuip leeggepompt worden. We staan hier in de leeggepompte bouwkuip, waar we met de definitieve betonnen vloer en de wanden kunnen gaan beginnen. Hier is mooi te zien hoe het spoordek nog op een tijdelijke ondersteuning ligt. Zodra de definitieve constructie gemaakt is, wordt deze tijdelijke ondersteuning weer weggehaald. Aan de onderkant van het dek is mooi te zien waar de definitieve constructie gaat komen. Als deze onderdoorgang klaar is, wordt die direct gebruikt als route voor het bouwverkeer.